Na een drukke middag zijn we terug in het hotel waar Estavana Henny trakteert op een drankje. Dank u wel. Hey, proosten. Ik dacht, jij doet ook wel lekker wijs. Jullie nou niet voor de camera, nu je nou niet mee. Jij doet zo van mij, hè. Hé, maar wat hebben we nog goed, hè? Goed hier, hè? De vriendschappen die je overhoudt, dat is ook heel waardevol, hè? Hoe kan dat nou, hè? Al die verschillende ego's bij elkaar. En ja, van tevoren heb je nog wel het idee van, nou, misschien kan ik wel beter met die opschieten. Of misschien is die wel leuker. Maar dat gaat helemaal weg. Dat wordt een soort familie. Raar is dat, hè? Gewoon gek, hè? Nou ja, ik weet nog wel, want ik begon. Ja, dat heb ik ook al een keer tegen je gezegd. Ze zeiden het met die Henny Huisman op stap. Ja. Wat die oude bromtol, wat zielig voor Estefana. Echt waar? Ja, die bromtol. Maar waar komt dat dan vandaan? Dat ze me een moppenpont vinden. Ja, en vind je dat lastig? Ja, misschien wel. Ik denk ook wel dat ik misschien wel weet waarom het was. Kijk, ik werd natuurlijk vrij jong aan de kant gezet. En dat kon ik niet erg zetten, als ik heel eerlijk ben. Want ik hou zo van mijn vak. Ik vind het zo leuk. En dat moment dat je dan, als dat wegvalt, kom je in een soort, toch een soort zwart gat terecht. Ja? Ja. Heb je dat ook? In sport heb je dat? Ja, dat heb ik al 100% meegemaakt. Ik ben er nou wel overheen, maar dat mag ook wel. Maar ik vind, heel eerlijk gezegd, dat het ook niet zo heel erg goed met de ouderen omgaan, ook als ze succesvol zijn geweest. Dus je was er zelf ook niet klaar mee? Ik was er niet klaar mee, nee. Ik was te jong. Ik was 52. Midden in het leven. En ik dacht dat ik allemaal vrienden had. Ook bij die zender. En ik dacht, ja joh. Weet je wel? En dat dacht je? Ja, dat dacht ik. Je kreeg gewoon een mes in je rug. Ja, een dolk. Een dolk. Ja. Die draaiden ze nog een keer om. Ja, twee keer wel. Drie keer. Ja, daar had ik het heel moeilijk mee. Dacht ik van, hoe kan dat nou? Ik heb altijd zo mijn best gedaan, weet je wel. Altijd mooie programma's. En zeg, ja, hij lijkt het. Kijk, als ze nu zeggen, hij ziet er niet uit. Ik zag er toen ook niet uit. Dat zat niet in. Het gaat om de, dat je hebt entertainmentbloed, heb je meegekregen. Maar je bent niet alleen de presentator. Weet je, ik heb hier echt de Henny gezien. De opa, de man. Hoe lief jij bent naar jouw kleinkind als ze bellen. Heb je dat wel eens laten zien ook aan Nederland? Ik denk dat ze die nu een beetje zien of zo. Ja. Ja. Hij heeft me al een paar keer dat ik erg geraakt was, weet je wel. Ja. En, uiteindelijk kan je succes hebben. Maar ja, wat? Dat gaat natuurlijk niet. Dat gaat helemaal gekloot over. Nee, wat voor ringen, wat voor prijzen, hoeveel kijkdichtheid. Natuurlijk, het is je kinderen, je kleinkinderen, je vrouw, daar gaat het ook om. Dan zei ze ook, ja, ga maar genieten van je kinderen. Maar ik op een of andere manier, met een leuk programma erbij, genoot ik nog meer van mijn kinderen en kleinkinderen. Maak een stofje aan wat je gelukkig maakt. Ja. Succes of applaus of erkenning. Dat is nou helemaal zo. Maar je hebt wel nog echt dat jongetje in je. En dat vind ik ook wel het mooie. Dat heb ik hier natuurlijk gezien. Nu dat we zo onderweg zijn. Je staat ook nooit uit. Ik heb zo vreselijk met jou gelachen. Je hebt zulke droge humor. Terwijl mijn vrouw zei, doe nou eens rustig. Luister dan nu ook naar anderen. niet alleen maar de lolbroek uithangen, weet je wel. Ja. En dan beloof ik dat haar en ik stap in het vliegtuig, ik ben het kwijt. Ja. Als jouw tijd is gekomen, hoe wil jij dat de mensen jou herinneren? Dat ze Henny Huisman herinneren? Nou, ik zou wel heel blij zijn als ze zouden zeggen, oh wat jammer. Niet van, heb ik nou gehoord? Nee, maar van, ach, dood. Ach, wat jammer. Daar zou ik heel blij mee zijn. Ik denk dat ik dat ook op mijn steen laat zetten. Hier ligt Henny Huisman. Jammer. Ja. Maar ik vind je zo een geweldige man. Zo'n liefie. Mm. Grote bek, maar zo'n klein hartje. Een groot hart eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Dankjewel. Dankjewel. Echt. Knuffel, kom op. No. Mijn Henny, hè? Mijn Henny. De laatste dag in Nepal vliegt voorbij. Maar we zijn er nog niet. Estavana wil onze oudjes nog één keer aan het sporten krijgen. En wel op een bijzondere plek. Aha, we're there. Is dat helemaal een ontvangstcomité weer? Ontvangstcomité. Ach, niet te geloven. Okay, guys. Ja, ja. Ach, wat schattig.
En wat is dit S precies? Dit is de school Buddha Nukanta. Ja. Ja. Dat is een kostschool. Er komen ook de royal kinderen zitten hier. Maar ook de kinderen zonder geld, die krijgen hier beurzen. Niet alleen de hoge, maar ook de arme kinderen. Arme kinderen krijgen een kans hier. Ja, dus dat de royals en de rijken betalen mee voor de arme kinderen, zodat ze dezelfde opleiding kunnen krijgen. Ja, dat gebeurt hier dus. Ja, ze krijgen allemaal een kans. Oh, nou, zijn benieuwd, hè? We gaan vandaag cricket spelen. Oh, wat leuk. Oh. Daar staat deze school ook bekend. Ah ja, okay. Dus ik kan mijn golfpet opzetten. Cricket en voetbal, maar we gaan vandaag cricket. Voetbal? Dus ik kan mijn cricket. Ik zie ruiven die jongens. Aha. Let's go, Bonnie. Kijk eens even, het hele team staat ons op te wachten. Ja. Wow. Kijk nou. Leuk. Ja. Hello, we going to play cricket? Yeah. Hi, guys. Hi, Arnis. Hello. Hi. It's nice meeting you. Whoa, are you a good team? Yes. I thought so. Hello. We gaan cricketles krijgen en komen op een grote kostschool. En daar is elite, maar ook een heel groot percentage van de 1200. Die hebben een beurs gekregen. Die hebben geen geld, maar die krijgen wel een fantastische opleiding. You only play cricket or all the sports here? We play all the sports. Also voetbal, soccer? Yes! Who's your favorite? Messi. 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 You know Johan Cruyff? Yeah. Yeah, okay. You understand every language. Say, joepie de poepie. Joepie de poepie. Ja, dat was leuk. Ja, die kids waren helemaal oké. Okay. En zo leuk. Oh. Zo lief. Oké, okay, tell us, what we have to do? We have to change. Change what clothes? What are we gonna do? There's a changing room down there. Also. Okay, so we change, we come back and you're gonna learn us. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Good, let's go. Let's, okay. Let's go. Let's go. Ik weet helemaal niets van cricket en dat vind ik leuk. Okay, guys, you're gonna teach us something today. First team gives the target to the second team, and the second team has to chase the run and win the game. He's gonna teach you how to ball. Okay. Yes. De laatste keer dat ik iets met een bal gedaan heb is 60 jaar geleden. Wat was dat dan? Iets met een bal. Mag geen naam hebben. Ah, this is important. Yeah. Okay. Ah, thanks. You can do like this. No, you can't stop in the middle. Totally. You have to go in the middle. Yeah, yeah. Show me how you throw. Angle should be like this. Like this. So you leave it here. Yeah. And not this. Not that. When your hands come in this sort of angle, you should throw it. Het is net als honkbal. Een ongelooflijk moeilijke sport, een ongelooflijk ingewikkelde sport. De werper heeft bepaalde technieken, dat leert die jongen ook ons. Hij zegt, je moet die bal zo aanraken en dan kun je met snelheid gooien, met een curve gooien. Dat is bij honkbal ook. Go on! Ja. Let it be run. Voilà! Away! Was hij goed? Yes. Yes. Oh, de eerste kwaliteit van Frits is, ik geloof in alles, fanatiek. Ik was ook weer heel bang dat hij nou ook weer met zijn vrouw daar naartoe ging. Dat hij ook weer cricket gaat spelen. Alles wat Frits doet, gaat hij meteen ook thuis doen, zegt hij. Hé, niet. Je moet daar gooien. Ja, dat begrijp ik. Mooi is dat je nu ook ziet, dingen die makkelijk lijken, hoe moeilijk die eigenlijk zijn. En hoe makkelijker het lijkt, hoe moeilijker het is. Oké, jongens, we moeten 2 aan geel en 3 aan rood. Dus wie komt er bij mij bij geel? Oké, yellow team, come together. And we beat them, we beat them. Oké. Wij gaan winnen. De ambitie is groot. May the best win. Maar we gunnen ook de andere. We gunnen iedereen alles, maar we hebben 2 sterke punten. Ik wil de ambitie van Frits en al het talent van Estefana. Kijk, daar gaan wij, daar moeten wij het van hebben. Daar moeten wij het van hebben. Zonder enige twijfel. Maar dat is de tegenpartij overigens. Let's go! De toss. We're the captain. Yeah. Ja. You're the captain. Captain. Oké. Oké, jongens. Oh, ja, ja. Oh, met de gouden hoe, joh. Ja. Hé, hey, kom op nou, spelen. Red team. Red team. Red team. Red team. Red team. Red team. So if you win, you say we ball first. We ball first. Yeah. Okay. So, okay, both the captains, this is heads. And okay, this is tails. Yes. Okay, flip it in the air. So,
Kamares! Yay! Yeah. Yeah, nice throw. Very good. Hey. Estefana is ongelooflijk. Ze krijgt een bal. Ze is technischer dan haar man Rafael. Ongelooflijk hoe zij die bal wierp. Dat zeiden die cricketers ook. Je hebt talent. En toen zeiden we ook, ja, ze is handbal international. One way or another, I'm gonna find you. Ja. Ja. Yeah. Ja. Goed zo, ben ik eruit nou? Ik weet absoluut niet wanneer ik moest rennen. Maar ja, toen bleek dat ik voor de tegenpartij stond te juichen. En ja, ja, ja. Ik had het helemaal niet door. En nee. Er is ook geen enkele sportman in mij te vinden. Alles gegeven. Nou, we zien het wel, hè. Ja, dat is niks. Nog praatjes ook, Henny? Ja. Ja, nee, maar... Ja! Ja! Rennen, Henny! Ja. Hierheen! Hier, rennen hierheen! Waarheen? Hier! Oh, hier, weet ik veel. Doorrennen! Of ik het snap? Ik snap het cricket. Ik sloeg een keertje zo. En toen ging hij achter mij langs en toen kreeg ik applaus. Dat was heel goed, zei ze. Nou, dat was gewoon... Ja, dat was niks eigenlijk. Maar dan was het buiten het veld en ze konden hem niet pakken. De kwaliteit van Edwin is wel dat hij liet zien dat een 80-jarige ook nog een bal kan missen. Dit vind ik toch een wat weemoedige opmerking. Ja! Run! Ja! Het spel is afgelopen. En we kunnen het karakteriseren als totale chaos. Waarom het is afgelopen, waarom het is begonnen, vraag het mij niet. Nee, niemand weet dat ook. Het is niet duidelijk geworden en volgens mij is het niemand duidelijk geworden. Nee. You're great, man. How old are you? I'm 76. 76, yeah. Still so young. Yeah. Thank you. And you are? I'm 14. 14. So you could have been my grandson. Yeah. En mijn jongenshart vervult zich altijd als hij vrolijke kinderen ziet. Ho, 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 ho.